Iedereen dat kijkt naar deze video, mijn naam is Suutje en vandaag staan we weer bij de Honda Serum, of beter gezegd HM Serum. Zoals jullie kunnen zien ziet hij er nog heel vies uit en zo. En ook dit, hier kan ik niet echt tegen, want ik weet niet dat dat in blijft trekken. Ik hoop dat dat niet ingetrokken is ofzo, in het zadel, maar dat gaan we nog wel zien. Dat ziet er ook nog heel vies uit. In het algemeen, hij ziet er nog heel vies uit en daar gaan we dan iets aan doen. Wat ik er nog aan ga doen, want ik denk niet dat ik naar de carwash ga rijden. We hebben hier zelf ook een hoge druk spuit liggen. Dus dan gaan we het zelf doen, want er kan een beetje vuil zitten tussen die remschijven en zo. Nee, maar we gaan het gewoon zelf thuis hier doen. Let's go. Voilà, zoals jullie kunnen zien, heb ik de bike nu buiten gehaald. En nu kunnen we meer zien hoe vuil hij is eigenlijk. Het zijn gewoon klonters hier eigenlijk op liggen. Hè. Kijk. Wow. Niet gezond, hè. Maar ja, kijk, het is dus een cross, dus dat zou er tegen moeten kunnen. Nee, maar gewoon zie echt die velgen. Ik vond het echt super mooie velgen. Dus laten we hem terug super mooi maken. En voor de kuisen gebruik ik natuurlijk terug Megularis. Nog steeds niet gesponsord. Dus Megularis, sponsor mij, dank u. Nee, grapje. Het is wel een goed product. Oké, jongens, we gaan nu de motor gaan beginnen kuisen. Voilà, twee camera's staan. En dan kunnen we beginnen. Even dit aan de kant. Hopelijk gaan die plekken er wel uit. Ik zie hier nog een klein plekje, maar die krijg ik ook nog wel uit. En ja, voor de rest moeten we zien. Hè. Die ingekoekte dingen gaan we nog wegdoen met de... Ik heb daar nog een ding liggen. Een soort van washandje, maar dan voor carrosserie. Hè. En ook nog zeep, dat ik heb getoond. Spuit schoon is. Dus dan wordt het tijd om met de spons. Oh, je kan spons doen. Hè. En het zeep te werk te gaan en daarna nog eens afspoelen. Hè. En dan laten opdrogen. Dat is toch een mooi zonnetje vandaag. Dus. Maar ja. We beginnen natuurlijk altijd van boven, zoals ik altijd gezegd heb vorige keer. Moet niet, ik weet niet hoe je jezelf vullen, maar een beetje logisch. Boven beginnen. Hup. Zo. Niet te veel bij de elektronica, maar op zich kan dat niet kwaad. Hè. Als deze toch cross doet, moet dat allemaal goed afgeschermd zijn. En vergeet natuurlijk niet soms een keer vers water te pakken. Ik wil dat gewoon in één keer, maar echt goed.
Ga gewoon met dat vuil een beetje naar schrijven. Mooie vork. Dus die moet je ook netjes houden. Natuurlijk. En dan straks ook de velgen. Hè. Velg is ook een belangrijk onderdeel voor mij. Oké, jongens en meisjes, zoals jullie kunnen zien heb ik de velgen helemaal gekuist met een multi-oppervlakkige reiniger. Of hoe je het ook uitspreekt, maakt niet uit. Er zijn nog altijd van die kleine dingetjes die nog wel onder mol zitten, maar die ga ik nog afkuisen behind the scenes. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Laat dan zeker een like achter. Willen jullie meer video's over de CRM? Laat het dan zeker weten in de comments wat ik eraan moet doen of wat we gaan doen met de CRM. En dan zie ik wel. Dus hopelijk vond je het leuk. Vergeet geen like achter te laten hier beneden. En vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video.